Jullie zijn boos. Ik ben niet boos. Best wel een beetje boos. Best wel een beetje boos. Ik kan me er niet heel boos om maken, denk ik. Nou ja, niet heel boos, maar ik wil gewoon mijn stufie. Oh, ik ben heel boos! Ik ben heel boos! Heel erg boos. Wij werken ons nu kapot voor het gymnasium. En oh jezus, ik dacht al, wat gymnasium. Zo'n gymnasiumtrutje. Wel met dokters worden, advocaten. Er is een demonstratie, nu denkt ik, daar moet ik zijn. Natuurlijk, ja, daar heb ik een abonnement op. Gaat u ook eieren gooien dan een stenen? Nee, dat doen wij niet, maar wij komen op voor goed onderwijs. Staat er nou op? Je bent zelf een leenstelsel. Stelsel. Je bent zelf een leenstelsel? Stelsel. Nog eentje, wat staat er nou op? Je bent zelf een leenstelsel, weet ik veel. Ik denk dat bussenmaker als het dit ziet, denkt, nee ja, terugdraaien. Ja. Precies, want hij spoort niet helemaal. Zij, u gaat zo meteen het podium op om te speechen. U zult wel je met knikkende knieën staan. Nee hoor, het is altijd bijna altijd leuk met studenten. Maar het gaat er heftig aan toe hoor. Nou, dan gaan we het zien. Er wordt al fluitjes gefloten en ze zijn broodjes aan het eten. Ja, ik verwacht niet dat ze allemaal voor me gaan juichen. Echt niet dat ik dat zelf dan kan gaan betalen naast mijn studie die echt zwaar is. Want ik wil gewoon... Zal die echt? Zwaar. De OV-kaart die blijft, de aanvullende beurs die omhoog gaat, de investeringen en hoger onderwijs. Ik weet niet of ze daar genoegen mee nemen, want ze zijn ziedend. Straks ben ik eindelijk dokter of chirurg. Dat duurt iets van 12 jaar om te studeren. En dan moet ik eerst nog een beetje 10.000 euro schuld af gaan betalen. Voordat ik echt geld ga verdienen. Schandalig. Kinderen hebben jaren gestudeerd en wij moeten nu gaan lenen en tot ons pensioen in de schulden gaan. Heeft u vroeger eigenlijk wel eens gedemonstreerd? Heel vaak. Over Vietnam, over Chili. En toen was het lekker met stenen gooien en zo, toch? Nee. En eieren? Bij de basisbeurs heb ik niet gedemonstreerd, maar ik ga nu naar de studenten. Succes, hè?